Adrie, kun je me even helpen, man? Alsjeblieft. De familie Booguit uit Almere heeft al 38 jaar een moestuin bij volkstuinvereniging De Windhoek. Elk jaar worden er dan grote pompoenen gekweekt, maar dit jaar kweekte de familie wel een hele bijzondere pompoen. Deze is echt giga. Tussen de 40 en de 50 kilo, die hebben we elk jaar wel. Maar deze is vader. Deze die is zomaar tussen de 60 en de 70. Zo groot als deze, die hebben we nog niet gehad. De volkstuin is oorspronkelijk van opa Adrie, die de volkstuin in 1979 begon. De megapompoen kan hem eigenlijk niet zoveel schelen. Het gaat Adrie om de tuin, want dat is zijn lust en zijn leven. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Tuinieren is mijn hobby. Wat het bijzonder van tuinieren is, dat je ook groenten ervan afhaalt. Dat je ook ervan eet. We eten van die tuin. En zo geniet de hele familie van de pompoenen en van de tuin. Ja, we hebben altijd wel hele leuke dagen. We hebben van nog geen 3 maanden geleden hebben we op de kast een nieuw zeil moeten maken. Want dat was stuk gewaaid, maar dat hebben we met bijna de hele familie gedaan. Ja. Dat was wel leuk. En de liefde voor het tuinieren, die komt van uw vader? Ja, van mijn vader, over op mij en uiteindelijk ook op mijn kinderen. Maar de grote vraag blijft, hoe kweek je toch zo'n grote pompoen? Maar daar moet de familie het antwoord schuldig op blijven. Geen idee. We hebben het gezaaid, het is opgekomen en we hebben een hele leuke opbrengst. Plus deze knaller. Wat het geheim is, dan moet je aan die pompoen vragen.